In Leusden moet iedereen mee kunnen doen. Onze gemeenteraad vindt dit een belangrijk onderwerp. Carolien Pauwels-Koopman en Denise Houtveen vertellen u waarom. Het inclusieplan, vorige week vastgesteld in de gemeenteraad. Inclusie, een moeilijk woord, betekent voor mij dat wij de samenleving zo inrichten dat iedereen mee kan doen. Dat we niet allerlei uitzonderingen moeten maken en over rekening mee moeten houden. Wij moeten hem zo maken dat voor iedereen, wat voor beperking je ook hebt, eigenlijk veel dingen toegankelijk zijn. En dat ze zelfstandig kunnen meedoen aan onderwijs, sport, dat ze informatie kunnen begrijpen, dat woningen toegankelijk zijn en heel veel fronten, zeg maar, dat wij dus vooraf rekening houden met mensen met diverse soorten beperking. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een brievenbus. Als je hem hoog plaatst, kan iemand in een rolstoel er niet bij. Dan kun je daarnaast een lager doen, zodat diegene er wel bij kan. Je kunt ook gewoon zeggen, nee, alle brievenbussen doen we op hoogte, dan is het gewoon voor iedereen goed. En dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen in Leusden. En mijn droom is dat we daar gewoon allemaal veel meer rekening mee gaan houden. Voor mij is het belangrijk om te bekijken niet alleen naar de dingen die er natuurlijk nu al zijn. En die we met alle mensen die zich daarvoor inzetten en alle vrijwilligers altijd moeten blijven koesteren. Maar vooral naar de dingen die er niet zijn. En het gaat er niet om hoe wij daarover denken, maar het gaat erom hoe jullie daarover denken. Dus ik wil de oproep doen om ons te laten weten wat jullie nodig hebben. Dan gaan wij er samen een nog mooier Leusden van maken. Op de website van de gemeente Leusden vindt u meer informatie over toegankelijkheid. Kijk op leusden.nl/leusdentoegankelijk.